je die echt zegt, oh, de wijn vind ik mooi, dat, dan heb je daar een soort van, oh. Ja, ik ook. Ja, dat heb ik ook. Ik ben heel interessant. Ze zijn blij met deze pop. De energie van een hinder, dus dat is blij. Maar kijk, maar nu zit dus het weer op achterbeen. En dan kun je haar dus wat meer verzamelen. Ja. Ja, hoe heet dat vraag, Ellis? Ja. Nee, ik moet verzamelen aan de avond, maar het lijkt maar een ambassade op de jaar. Ja, je noemt het passage op piraaf, maar het is meer dat ik al leer dat ze verzameld dit aandraven. Ik heb het ook nog maar net geleerd, ik kon het ook niet. Yes. Maar ze moeten dus leren dat ze vanuit de achterbenen aandraven. En dat is... En wat doe jij nou? Ja, Yvonne, hoe doe je dat? Ja. Leg dat eens uit. Ja, nou. Dus ik had les en ze zei, ja, het gaat daar hartstikke goed, dus je moet je niet zo druk maken, want dat gaat je wel lukken. Nou ja, oké, maar ja, toen kreeg ze veulen en corona, nu starten, bla bla bla. Maar ja, ik had dus die les en ze zei van, ga eens even je bekken kantelen. Ja. Ik zei, ja, oké. Dus ik doe dat en zij gaat in de passage. Dus ik had echt, oké. Maar gewoon omdat zij dus al zo geschoold is, zonder dat ik het door heb, nou ja, op de goede manier en in de rust en gewoon zitten, niet te veel bewegen. Snapte zij ook wat ik daarmee bedoelde. Zij moest ook haar bekken kantelen. En dan gebeurt dat, dan gaan ze dat doen. Dus het is meer een beetje, het is meer vanuit de zit. Dus ik doe eigenlijk alleen dit. Dus mijn rug maak ik bol. En dan gaat zij dat ook doen. Dat is eigenlijk het verhaal. En ik moet natuurlijk goede verbinding houden. Ik hou haar licht. Luchtig, maar ze moet wel echt aan het bit zijn, dus echt aan de teugel, dat ze echt mijn hand wel opzoekt. Want dan krijg je de verbinding van achter naar voren, maar dat hele zitten. Yvonne, ik denk dat die het voor een microfoon en boksen. Ja. Ja, met zo'n microfoontje. Ja, dat. De cameravrouw staat voor. Kantel met mijn bekken. Geef een beetje been. Ik hou haar wel weinig. Maar ze wordt nu wat rond omdat ze wat aan het zoeken is. Hè? Ze zwiept wat met haar staart. Ik kan het een beetje dekken. Ja, ik denk dat nu een kantel. Maar ik heb eigenlijk niks in mijn handen. Het twijfel deel het wordt als het maar goed. Ja. Dus vijf stappen. En deze paard is heel belangrijk voor vaak stappen. Lang. En lekker even los op lichaam. Dit kan uniek ook heel goed. Friese paarden die verzuren heel snel in de spieren. Dus dit is hoor. Iets meer bijgeven, dat ze iets langer doorloopt.
met de kreun hinnen. Rijn en Rijn. En wie binnen het Rijn? Sjirkje en Hester. Ja, ik. Ik kan ook iets. Oh. Ik kan ook iets hoger erop gaan staan en dan met je been, zeg maar, ja, tegen dat stukje. Ja. Deze kennen het wel, dat hekkersjongen. Zit je mooi rechtop? Keurig, Ellis. Goed zo. Jij bent de paas, hè, waar we heen moeten. Die kleine rondjes maar, die houdt er allemaal zo. Kijk, zo krijg ik ze, er is toch wat in paard. Champion wil ik even. Celeb. Ze is de celeb. Ja, ben ik al een beeld. Oh, Sjirkje en Hester. Ellis op Richtsje. Gea, Yvonne en Reintje. A proud mom, a proud mom.
You're smiling. Want ik heb gehoord dat hij heel erg van buitenritten houdt. Oh, leuk.